Dus zij 201 staan aan een voertuig, rood licht negeren. Goedendag meneer. Goedendag. Wim, politie Rotterdam. Reden van de staanhouding. Ik zag eigenlijk daarachter, ik reed achter u, was een beetje aan het slingeren. En toen ik verder ging kijken met u, toen zag ik dat u eigenlijk gewoon 2 maal het rode licht negeert. Oké, okay, ja, u... lekker boeien joh. Nou ja, ik vind dat best wel boeien, want het is toch wel gevaarlijk. Rood licht zijn niet voor niks. Ja, dat snap ik, maar dat is geen reden om de rood te rijden. Dus ik krijg er wel een bekeuring voor. Ik zou graag wel even een rijbewijs willen zien van u. Nee, dat is voor mij, ik krijg helemaal van niks. Ik heb haast, dus door. Hey, C201 achtervolging. We gaan richting combipost Vlaardingen. We gaan linksaf, snelweg op. La Puerta Freeway. We gaan de brug op. Ja, VP zit erachter inmiddels. Snelheid 100 in het uur, 110 in het uur. Deze heeft de 44 zich aangesloten in de achtervolging. Heeft tevens de leiding. Nou, op mijn snelheid rond de 115 km per uur. We rijden nog steeds op de La Puerta Freeway. 20-30 aangesloten bij achtervolging. Ja, snelheden gaan hoger op. Dan zitten ben je te slingeren, zitten ben je uit te dagen. Persoon crasht, voet de crasht, crasht, crasht. Als C201 voertuig is gecrashed, graag preventief alvast AMU, brandweer, rijkswater staat deze kant op, wegafzetting wordt geregeld. Hoe gaat het met hem? Flinke klap geweest, hè? Ja, hij is voor mij wel bij een meneer. Hallo, hoort u mij? Ja. Krijg je de deur open? Nee, hè? Kijk hoor. Ik krijg niet zo 1, 2, 3 die deur nu zo snel open. Deze ook niet. Brandweer door laten komen? Ja, ja, doe maar. C201 laat de brandweer toch maar doorkomen, mogelijk beknelling. 0332 AC. Ja, wij zijn uitgerukt, ongeval beknelling. Het zou gaan om een politieachtervolging, is daarna gest. Voor uw informatie zijn binnen nu een... Rij jij met je de afzetting? Ja, Wim, heb jij voor mij even de sleutel van de B-klas, zei ik je er even bij? Yes, alsjeblieft. Thanks. Ik hou wel even. Meneer? Kijk, zwaar staat 1 kilometer voorbij. Ja. Meneer, ja, we hadden ons net al gezien, Wim. Nu even onder andere omstandigheden. Waar heeft hij allemaal last van op dit moment? Ik zit in ambulance, heeft hij met mijn sit-trap van de slachtoffer. Oh, mijn rug en of van mijn nek. Rug en nek, oké. Had je gordel eigenlijk om? Nee. Nee, oké, goed. We gaan even doorgeven aan de ambulance. 20-1 ambu. Voor jou, ik pak een 20-1 ambu. Ja, heel erg. Even kijken, ter plaatse, eerste voertuig hier. Persoon is verongelukt met zijn voertuig, heeft last van nek en rug. Ik zie jullie aankomen rijden, hou rekening met Rijkswaterstaat. Ik krijg zo ter plaatse van mij nog een sit-trap. Even iets van zaken. Oh, die auto die rookt. Ja, ik zie het. Meneer, heeft u de deuren zelf op slot gedaan? Of is er een manier om die open te krijgen zonder te veel... Nou, als het goed is bij een botsing moeten ze automatisch uit de vergrendeling. Brandweer, ja, we krijgen ze niet meer werkruimte gevraagd over.
Collega, kun jij even snel die vrachtwagens door laten rijden? Even kijken, het voertuig staat daar tegen de cementauto aan, is dat correct? En vriendje mag even doorrijden, kom op. Ambulance en de brandweer zijn er inmiddels, meneer. Ja. Het is belangrijk dat u niet te veel beweegt, blijf gewoon voor u kijken. Ik ga het allemaal anders ook nog vertellen. Niet naar links of naar rechts kijken, ik sta links van u, u hoeft niet naar mij te kijken. Blijf gewoon vooruit kijken, ja? Ja. Als we normaal bij u zouden kunnen komen, dan zouden we de nek niet vasthouden, maar dat kunnen we even niet doen. Oké, ja. Ik ga even met de brandweer en de ambulance collega praten, we blijven wel bij u. Hij staat daar, hij staat wel heel erg ongelukkig. Het verkeer staat af, inderdaad. Maak vast het gereedschap gereed. Ik collega. Ga kijken of ik het voertuig kan stabiliseren en veiliger maken. Kun je even voor hem staan? Ik neem aan dat de deur eruit moet. Dus, even recht voor hem. En even een vinger opsteken waar hij naartoe mag kijken. Meneer, u mag even naar mijn collega kijken. Hij steekt een vinger op. Je mag naar zijn vinger kijken, ja? Ja, is goed. Oké. Mijn collega had je ook even in de gaten of er dingen veranderen. Ik ga even snel met de brandweerman en met de ambulance praten. Oké. Bevelvoerder. Ja, goeiedag. Hey. Hij is eigenlijk, we gingen laat zeggen met een kilometer of 120 hier vanaf. Hij wilde rechts inhalen. Hij spint, hij slipt. Hij komt, ik geloof tegen de vangrail hier tot stilstand. Hij rolt nog even deze kant op en hij komt daar tot stilstand. Inmiddels staat de motor ook te roken. We krijgen geen enkele deur open. Die zitten flink dicht. Voor de rest wel goed aanspreekbaar. Een band ontploft nu zelfs. Ja, ik zie het. Dus ik ga even met de ambulance praten. En dan moeten jullie samen even werkverdeling maken. Ik ga hem even veilig stellen, stabiliseren en dan overleg ik met de ambulance hoe verder. Het is zwarte rook trouwens. Ja, duidelijk. Goedendag. Goedendag. Hoi. En voor jou ook. Ongeveer met een kilometer of 120 tegen de vangrail geknald, kwam we deze kant op. Rolde uiteindelijk totaal tot stilstand. Alle deuren zijn niet te openen. Persoon heeft last van nek en rug. Motor rookt inmiddels, wordt nu al geplust door de brandweer. Ik heb mijn collega gevraagd om een vinger op te steken en tot de persoon moet blijven kijken naar die vinger zodat hij niet te veel beweegt met de nek. Goed aanspreekbaar, voor de rest heb ik niks voor je. Nee, prima, dan gaan we zo aan de slag. Ja, brandweer heb ik ook wel ingelegd, maar ik heb gezegd jullie moeten vooral zelf maar even gaan zorgen voor de werkindeling. Ja joh, goed op moet. Als jullie iets nodig hebben van ons dan horen wij het. Ja, is goed. Dank je wel. Weet jij welke eenheid dat daarachter was? Ja. Een roepnummer? Je bedoelt die, die Vito daar verderop? Ja, 2030 of? 2015 hebben we. 170 over. 110 of zo. 170 geef maar. Ja, ik heb gereed gemaakt ook. Ja, ontvangen, dan mag ik even stabiliseren. Ja, de motor was even aan het roken, snel geblust. Ja, accu is eruit. Ik wil alleen nog even stabiliseren. Ik ga ontvangen. Eenheid in de Vito, kom eens uit. Geef bericht. Wat was je roepnummer? Ja, ambit moet ik nog... De 2030. 2030, ja. Heb je dan nog ondersteuning nodig? Ja, doe maar. Oh, je bent er bij mij. Ik zie je al hier staan. Bij je. Goedendag, meneer Ambulance Rotterdam. Ik heb mijn bus even bij Rijkswaterstaat neergezet, daar vroeg je om dus. Ja. Dus ik ben Rijkswaterstaat staan. Kijk, stap vastzetten. Oké, top. Alles is afgezet, verder geen... Ja, alles is afgezet. Top. Nee. Dan gaan we even kijken of je hier nog kunnen helpen. Ja, goed, dan spreken we dat wel bijna lekker. Last van uw nek en rug. Oké, zit hij dubbel, zit hij wazig? Nee, maar ik ben wel een beetje misselijk. Je bent een beetje misselijk. Oké. En wat ik ga doen, meneer, zodra de brandweer deze deur open heeft, ga ik een en andere bij u uitvoeren en stabiliseren. En dan gaan we daarna met de brandweer ervoor zorgen dat u eruit komt. Ja, is goed. Okay. Ik hoop dat mijn deur open willen, want... Ambulance. Ja. Even kijken, we hebben het voertuig gestabiliseerd, het is ook veilig. Iedereen mag naderen wat dat betreft. Even kijken, jij wilt de deur eruit hebben? Ja, als dat kan. Dat mag. Gaan we hem staan. Even kijken op de andere kant of alleen deze? Doen we beide kanten. Beide kanten, duidelijk. Okay, is het al bekend of de persoon wel van letsel heeft of iets? Hij geeft aan last hebben van nek en rug, dus ik ga wel ervan uit. Oké, okay, duidelijk. Dan ga ik voor je schuiven. Collega Ambu. Gaan wij de deur verwijderen? Ja, zet eens. Kom. Zo. Ik wil hem in principe staande houden voor slingeren. Ja. En mijn collega viel dat ook op, dus ik weet niet of hij iets van alcohol of drugs heeft gebruikt. Misschien wel handig om te weten voor jullie.
Ja, nee, Jake, als ze hem eruit hebben gehaald dan niet. En dan zie je bijna, als hij stabiel is, mogen je voor mij betreft nog een ankertussen uitvoeren. Nou ja, eerder voor jou, om met je behandeling en zo. Oh, voor mij, ja. Nee, duidelijk. Ja, nee, top. Wij gaan hem sowieso uiteindelijk aanhouden. En dan bloedtest of zo, dat kan altijd via het ziekenhuis nog. Maar het is vooral voor jou als hij dadelijk ineens wegvalt of zo. Dat, als je weet dat hij drugs of iets heeft genomen, dan weet je dat. Ja, check. Ik begrijp je. Ik ga vlug mijn heb jij iets nodig vanuit de ambu? Ja, is goed. Nee, je mag wel even helpen met de vacuum met pakken. Vacuum? Ja, hij heeft last van zijn nek rug, dus ik ga voor alle zekerheid toch bij pakken. En waar ligt hij ook alweer hier? Pak jij de spijder, pak ik Hier, hè? Kijk, meneer. We hebben beide ramen afgeplakt, die gaan we zo meteen laten springen. Het glas verwijderen en dan komen we zo meteen die deur. Nou, dan kan ik gelijk hierop halen. Ga ik op 3 ga ik hem laten springen. 1, 2, 3. En hij is gesprongen, ga ik even alle glassen halen. Jan is het ervoor. Je bent ervoor. Wim, kan je zoek dan eventjes mijn positie even overnemen? Ik krijg een beetje lang maar. Yes, snap ik. Kom maar. Ja, top. Oh jongens. Kijk, Owen, bij mij rijdt eruit. Ja, bij mij ook. Even kijken. Pak jij de spruit, pak ik de schaar. Ja. Kijk meneer, wat we zo meteen gaan doen, we gaan met ons materiaal gaan we uw deur verseren. Dan kunnen we bij u komen en kunnen we u behandelen. Kijk, ik stap met de spreider als jij daarna volgt met de schaar houden. Ja. Top, dan gaan we beginnen. Ja, en open. Ja, dan knip ik hem eraf. Even herrie. Begin ik vast bij rijders. Ja, is goed. Ja, hij is los. Ambu. Oh. Het is best een lastig als je lang zo moet staan. Kan ik ook erachter gaan zitten? Ja, als je niet de deur is, je mag er van buiten gaan zitten. Ja, de deur is open. Ik hou wel even vast om te doen jij dat. Meneer, ik ga even de nek stabiliseren, ja? Niet schrikken. Ja, is goed. Gaat het nog? Een ambu. Ja. Oké. Okay. Mijn collega gaat even je nek vast om je nek te stabiliseren, want we willen verder letsel voorkomen. Wat ik ga doen is, ik ga even uw shirt openmaken en ga ik even een lifepack aansluiten. Mijn shirt? Shirt of vest? Je shirt inderdaad. Ah, dat is net nieuw man. Ja, het zou toch moeten gebeuren meneer. Ja, dat is ik snap dat het vervelend is. Heb je er ergens anders last van behalve uw nek en rug? Nee. Oké. Okay. Ik doe uw benen voelen, tenen voelen, tenen bewegen. Nou, ik weet dat ze er zitten, maar ik voelde verder niks. Nee, je kunt ook je handen gaan bewegen. Handen van de vuist maken. Ja, maar wel, je hebt wel tintelingen. Je hebt wel tintelingen, oké. Okay. Ik ga vlug de B-klas aan de andere kant van de weg zetten. Ja, is goed. Zo, dan ga ik even je shirt opknippen. Dan komt u hoor. Kijk. Dus laat ik even bij u de live pack drops aansluiten. Hmm. Bent u bekend met allergieën, medicatie? Nee. Niet. Okay. Zo, de live packs erop. Heeft u moeilijkheid met ademhalen? Nee. Ik heb wel last in mijn onderrug. Je wel last in je onderrug, okay. Bent u duizelig? Ja, een beetje misselijk en duizelig. Oké. Pak even een nekraag. De 2030 is voor Rijkswaterstaat. Geef recht over. Ja, kunt u even naar de werkafstelling komen? Kom aan. Politie collega? Ja. Ik ga zo even een nekraag bij me aan doen. Dus dan gaan we zo even hand per hand even loslaten. Oké. Zo,
Meneer, even een vraagje vanuit ons en waarschijnlijk ook wel voor de ambu. Het is geen leuke vraag, maar ik moet het toch stellen. Heeft u iets van alcohol of drugs gebruikt, gezien het slingeren? Dat is wel handig om te weten bij uw behandeling. Nou, ik drink niet. Drink niet. En drugs? Ja, je maakt niks uit, hè? Maar het is nu vooral handig om de ambu, mocht er dadelijk wat gebeuren, dat ze in ieder geval weten wat je hebt genomen, mocht je iets hebben genomen. Ik gebruik wel wat, ja. En wat heb je vandaag gebruikt? Ik heb vanmorgen mushrooms gehad. Oké. Ambu, mij geluisterd. Ja, mushrooms gehoord. Oké, dan komt hier de nektar, please, collega. Ja, ik laat los. Ja. Zo. Ja, die zit. Oké, kan ik uitstappen? Ja, je mag uitstappen. Hey, top, dankjewel. Oké, meneer. De luidmuk zit erop, ik ga zo even een infusie brengen en dan ga ik met de brandweer even bespreken hoe we jou eruit gaan halen, ja? C2001, we zijn steeds bezig met voertuig met het slachtoffer, ja. Inmiddels onderhandeling van ambulance dienst. Een brandweer is hem weer aan het doen en wij hebben hier alles onder controle qua wegafzetting en gaan we weer uit te schuiven. En de rest ook. Dan gaan we daarna door op de vaart. Voertuigen, voertuig staat er nog wel even, rechtswaarts gaat het oppakken. Yes. Beide zijden is de snelweg afgezet. Dat zal nog wel een uurtje dicht zijn. Ja, wel. Dat moet dragen. En wanneer heeft u op dit moment geen pijn? Jo. Ja, nou, mijn nek, mijn rug, ja, dat valt op, ja, het gaat op zich wel. Ik pak een stomme pupil en ga ik even die pupillen controleren. Reageren niet op licht. Nee, ja, ik zie het inderdaad. Nee, brandweer. Ja. Even plank achter. CP, ik wil graag eenmaal een sleepdienst. Ik ga even plank achter doen. Slepen van de gaan we uithuizen. Dankjewel. Politiecollega's, jullie gaan helpen met tillen. Ja. Zij kent ik al nagekeken. Wat weer gereed? Nog niet. Ja. Nou, ja. Dan gaan we eruit tillen. Mag ik nog een uitleg helpen? 1, 2, 3. Ja, ja rustig, rustig. En dan gaat hij op achter op elkaar. Ja, ja, ja. 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dan gaan we rustig neer. Ja. Wat moet ik doen? Ik weet niet. Wat moet ik doen? Ja, mag naar de ambulance brengen. Ja, hij mag... Nou, jij moet even... Ik heb allemaal geen verstand van die brokaas. Als jij hem erin rolt... Ja, doe ik. Ik rij mee. Ja, dan rij... Wim, ga jij nog... Doe jij de kenteken na checken of moet ik dat even doen? Doe jij dan maar even. Ik rij even met de ambu mee. Ik ga die... tegengesteld vrijgeven, die kunnen in principe best wel doorrijden. Ja. Even Wim, dan rij ik wel even met mijn bus achter je aan, dan kan ik je meteen naar HB brengen. Oké, Ambu gaat nu met slachtoffer. Ik ga met mijn bus. Jo. Ik rij dus nu mee naar het Erasmus. Ja. Ik vind het overdreven om met spoed te gaan. Het slachtoffer zit toch helemaal ingepakt, dus die tref ik zo wel op spoedeisende en hulp. Gaat toch voorlopig nergens heen. Redden jullie het hier verder? Voor de ja, je komt wel goed. Nou, 20-30 gaat ook aan mij. Goed, dan bedankt voor het samenwerken. Tot de volgende. Yes. Hey. Hoi.